inrichten van een expositie is altijd een hele klus. Het heeft iets van een verhuizing. Alles uitpakken, passen en meten en de juiste keuzes maken over de plekken waar je de schilderijen ophangt. Galeriehouders David van der Linden en René Renders van Galerie Bonnard hebben het er maar druk mee. En dat omdat de zomerexpositie Zomerse Sferen voor de deur staat. De opening was er een zoals het hoort. Op een zonnige zondagmiddag met een gezellige drukte en een openingsverhaal van David waarin hij de kunstenaars voorstelt. En natuurlijk met portier Joep die liggend op de deurmat de gasten verwelkomt. En als je deze expositie bekijkt, zie je veel kleur. Maar dat niet alleen. Jij zegt kleur, ik zeg licht. Dus als ik binnenkom, dan denk ik, oh, wat is het licht. En dat is natuurlijk volgens mij waarom we de zomer zo fijn vinden. Dat de dagen lekker lang zijn en te veel licht is. En inderdaad, en daardoor zien we heel veel kleur. En zoals de natuur er nou ook uitziet, dankzij alle regen, is het toch hartstikke groen, heel veel bloemen. En volgens mij hebben we dat al een paar jaar niet gehad. En ik denk dat het ook wel goed is. En dat zie je ook wel in het werk wat we laten zien. Dat er gewoon heel veel kleur en frisheid te beleven is. Op een prominente plaats in de galerie hangt het werk van Sonja Brussen. Ze schildert altijd buiten, en plein air. En als ze gaat schilderen, zoekt ze haar plekje in het landschap en zet dan hetgeen ze ziet en ervaart op het doek. Op dat moment beslis ik eigenlijk pas echt wat ik dan ga doen. Dus ik draai een keer om mijn as en bedenk dan van dat is het. En dat duurt ook nooit lang. Dat heb ik geen uren voor nodig. Dat is echt een gevoelskwestie. En dan ga ik aan het werk. Ja. Maar de ochtendlicht is anders dan het middag- en het avondlicht. Hoe werkt dat dan? Ja, het is vangen. Het is gewoon vangen. Ik ben Don Quixote, zeg ik altijd. Dus je jaagt altijd achter de wolken aan. Als je dan met wolkenluchten bezig bent tenminste. En je bent natuurlijk altijd eigenlijk te laat op een gegeven moment. Je gaat op een gegeven moment stukken vangen, zeg maar. En die laat je dan staan. En werk je verder uit. Zo'n 30 jaar geleden koos Paul van Ernig voor de schilderkunst. En zijn zoektocht bracht hem daar waar hij nu is. Tijdens de expositie zijn een aantal bijzondere bloemstillevens van hem te zien. De eerste 10 jaar heb ik geweldig veel geïnvesteerd in het zoeken vooral, naar stijlen. En pas na 10 jaar ontdekte ik de klassieke schilderkunst, met name de 17e eeuwse Nederlandse meesters. En daarin vielen me een paar dingen op die me enorm boeiden. Dat was het clair-obscure, donker lichtseffect, wat Rembrandt gebruikt en wat bijvoorbeeld Caravaggio gebruikt. En de oude meesters maakten prachtige bloemstillevens ook. Dus ik maakte in die tijd veel stillevens in 17e eeuwse stijl. En van daaruit ben ik langzamerhand steeds meer gaan inzoomen op bloemen. Dus het is een specialisme wat gegroeid is vanuit een lang verleden, zou je kunnen zeggen. Het inrichten van een solo-expositie is al niet eenvoudig, maar het samenstellen van een groepsexpositie kent andere uitdagingen. Soms is dat heel makkelijk, soms dan heb je een schilderij en dan weten wij al meteen dat moet daar hangen. Maar in dit geval was dat best moeilijk en dat komt omdat de kunstenaars, we hebben nou een grote groep, dus voor ons een grote groep, 10 kunstenaars, vaak is de groep kleiner. En onze kunstenaars zijn heel uitgesproken in wat ze willen laten zien, dus dat betekent dat ze een eigen stijl, eigen kleurgebruik hebben. Dan is het in een huis heel erg leuk om van verschillende kunstenaars iets op te hangen. Maar in een galerie, als je heel veel dingen door elkaar gaat hangen, dan wordt het lastig om te bepalen waar je naar gaat kijken. En dan moeten we dus wel een bepaalde organisatie, een soort kijkrichting in aanbrengen. En dat is gelukt. Zomerse Sferen is een expositie die de moeite waard is om te bezoeken. De expositie loopt nog tot en met 1 september.